Waarbij ik allereerst even wil opmerken dat dit lichtje van... Oh, hallo! Oh, hey! Ik had je niet gezien. Nee, met deze gigantische monitor voor je bakjes. Ja, we zijn maar even gaan staan. Jongens, welkom bij Gamers with Gear, waar we iedere week laatste tijd Gadget Gear bespreken. Naast me staat, in dit geval Tom. Ja, we zitten voor de verandering een keer niet. En dit is Peter trouwens. Nice. En we hebben een enorme apparatus van Asus bij ons. Ja. Van de Republic of Gamers brand. En ik wil eerst even het lampje laten zien hier. Dat is hier ook wel voorbeelden van. Maar kijk mooi. Hoe vet dat lampje is. Stijlvol. Het is een, hoeveel inch? 34 inch gaming monitor. Curved. Ja, curved en wel. En de 34, ik zat te denken, waarom is het zo'n enorm moeilijke modelnaam? Het is de Asus ROG Swift PG348. Maar goed, ik dacht, waar komen die cijfers vandaan? Er zit 3,4 in, dus dat is 34 inch. Dat is 34 inch. En mijn god, waar die 8 voor staat, mijn god mag het weten. Nou, daar hebben heel veel bedrijven last van. Te moeilijke namen. Ja, dit ding noem ook. Het gewoon fucking lui beeldscherm. Fucking lui beeldscherm. Ja. De LVB. Of de FLB. Ja, dat is toch serieus dat is eigenlijk. Dat zou het misschien nog wel iets makkelijker maken. Maar hey, goed. Dit is een niet voor de faint of heart. Hier moet je echt manisch voor neerleggen. Maar dat straalt dat ding ook op alle fronten uit. Ja, ik bedoel, kijk hoe... Het is gewoon praktisch. Het neemt heel onze studio over. En dat is ook niet zo heel gek. Want het is enorm huge. Het is echt een gaming monitor. Dus hij gaat ook tot 100 hertz verversingssnelheid en zo. Nice. Dus ja, nee, het is echt wel een flink ding. Als je de 100 Hz G-Sync Nvidia shit wil gebruiken, moet je al minimaal een GTX 980 Ti hebben. Dus je hebt het hier al over, dan heb je al een systeem van een echt goede aantal honderden euro's. Komt dit er ook nog eens bij, dus 1500 euro. Gewoon. Schoon aan de haak. Schoon aan de haak. Ja, maar ik vind wel, kijk, nou praten we over bedragen die niet heel veel mensen zullen uitgeven ervoor. Nee. Maar die paar die dat wel doen, die doen dat ook met een reden. Ja, nee, sowieso. Want? Je hebt geld te veel. Dat is een hele goede reden. Nee, echt. Nee, maar het is echt heel erg vet om op zo'n groot gecurved... Want jij vond gecurved echt een voordeel hebben. Niet per se een voordeel, maar ik heb nog nooit eerder een curved scherm gehad. En ik snapte ook niet zozeer waarom. Maar als je, het is flink breed en dan zit die curve er een beetje in. En als je er gewoon naar kijkt en als je erop gamet, heb je wel net iets meer het idee, en het is heel cliché, dat je erin zit. Ja. Je hebt net iets meer, maar ook als je erin werkt, bijvoorbeeld je hebt Premiere, wat dan super breed werkt. Het is echt, je zoeft van links naar rechts en je hebt iets meer zoiets van, oh, dit voelt... Net iets natuurlijker, ook al is het maar echt een curve van een paar graden. Ja, maar het geeft gelijk diepte. Het geeft wel inderdaad veel meer diepte dus, en dat heb je ook wel nodig, want de breedte zit er sowieso goed in. Ja, 34 inch, wat voor pixel rate praten we dan over? Oh, de resolutie is UWQHD, dus het is ultra-wide, ja, Q-quality HD. En dan heb je dus over 3440x1440, dus het is full HD. En een beetje erbij. En dan dus ook extra breed. Dus waar de meeste schermen 16:9 verhouding zijn, deze video is 16:9 verhouding, is dit dus 21:9 verhouding. Wacht even, dus je kijkt nu deze Gamers with Gear op een 16:9 verhouding met ja. In nog eens 21:9 verhouding. Wauw. Wow, mind is blown. Resolutieception. Ja, ja een en, beetje wel. Hoe is het met de kleuren? Want dat vind ik altijd mijn... Als je naar een duurder beeldscherm gaat, dan is dat altijd het ding. Nou ja, nee. Ik sowieso. Als je gaat kijken naar beeldschermen, je gaat ook iets meer de diepte erin van de specs en zo. Qua kleuren zit het helemaal goed. Want het is voor gamers gemaakt. Dus er zitten heel veel profielen op die je gewoon volledig kan tweaken. Je hebt een aantal standaard ingestelde dingen van FPS, racing, RTS... meer je fotobewerking, sRGB-instellingen en zo. Maar je kunt ook alles, daarin kun je nog de brightness, het contrast, je kunt allerlei dingen precies zo tweaken zoals je het wil. En ja, ik vond wel de kleuren aardig vol. Ik heb zo'n Samsung-schermpje daarnaast staan, gewoon medium range, niks speciaals, full HD. Ik moet zeggen, hier kwam het wel allemaal iets meer zo van wow, op je af qua kleuren. Dat is echt heel erg hard. Het is ook een IPS-paneel, dus dan de verlichting erachter is ook goed, waardoor de kleuren ook fel en helder doorkomen. Ja, maar het heeft ook nergens op bespaard. Nee, absoluut niet. Nee, maar wacht, ik wilde toch even terugkomen op het hele hybrid, of het overklokken zoals het in het beeldscherm heet. Ja. Waar je die tie voor nodig hebt. Is dat niet vreemd? Dat je daar echt zo'n minimale... Hadden ze dat niet kunnen tweaken dat het een mindere videokaart was? Die nou, je kunt de framerate kun je wel uppen met mindere videokaart. Hij gaat gewoon tot 100 hertz, maar die G-Sync dingen, dat is dus allemaal met de 980 Ti. Dus dan heb je het echt over anti-screen tearing. Dat zijn wat andere dingen dat ze de anti-aliasing nog een soort van softwarematig nog een beetje eroverheen gooien. Dat doet het scherm dus zeg maar zelf, maar je hebt daar wel een hele sterke videokaart voor nodig. Okay. Maar het is echt een luxe product puur zang. Ik weet zeker dat je met een mindere videokaart kun je het ook wel zeker redden. Maar ja, ze raden
raden dus voor die G-Sync wel die 89 taai aan. En als je 1500 euro voor een beeldscherm hebt, ja, dan heb je waarschijnlijk, ook wel zo'n 89 hier. Ja, je gaat niet een of ander laptopje van 200 euro, oh, ik wil een scherm erbij. Ja, dan weet ik hem gewoon met het scherm. Ja, ik kan overklokken met mijn scherm, oh, dan wordt ook mijn specs beter van in mijn PC. Ja, dat is het niet. Zetten. Dat zou wel echt fucking gangster zijn, ja. Maar nee, het is echt schermtechnisch allemaal. Oké, wat wil je nog kwijt? Wat wil ik nog kwijt? Een luxe product. Superleuk dat ik dit heb mogen ontvangen, maar echt, je moet echt mad money hebben, wil je dit überhaupt al overwegen. Wat ik wel er nog even op wil nadrukken, het is serieus wel een veel mooier design. Asus Swift-serie, dus dat is hun beeldschermen-serie, binnen de ROG-serie, jazeker, het zijn allemaal Serieception. Het was altijd een beetje lomp en dat je denkt van, oh, dat is weer echt dat typische... Want waar MSI ook wel eens last van heeft, dat het allemaal net iets te gamen wil zijn met zwart en rood en felle kleuren. En ik vind dit, ja oké, je hebt dat lampje dan, dat kun je dan ook nog uitzetten. Het is wel een mooi stijlelement, maar het is gewoon, het is ik veel gestroomlijnder. Ik vind die poten heel tof. Ja precies, die poten, dat was eerst een lomp statief zeg maar. Ja. En nu is dit een beetje sexy weggewerkt. Je kunt het ook gewoon heel makkelijk omhoog, omlaag draaien, alles. En ook serieus, ze hebben mooi die randjes hier weggewerkt aan de zijkanten. Dus het is echt... Esthetisch zijn ze er echt heel erg veel op vooruit gegaan. En, ja, zelfs de achterkant is mooi. Wij kijken nu continu. De achterkant is zo Transformers-achtige. Ja, het is een beetje. Het heeft een beetje dat. Inderdaad, zo van wauw, een beetje van die Halo-achtige texturen lijkt het bijna wel. Is belangrijk. Want als jij op een LAN-party de blitz wil maken, je neemt dit scherm mee, ziet ook je overbuurman hoe awesome je bent. Ja, je moet ook twee LAN-plekken inhuren als je dit scherm hebt naast elkaar. Want anders dan ben je echt mensen gewoon weg aan het duwen met je scherm. Nee, maar ik weet nog heel goed zelf dat toen wij naar de, ik denk 29 inch schermen gingen, of 28, wat heb ik? Jij hebt een 27 inch schermen gingen, toen dachten we in het begin, oeh, huge. Maar die went super snel. Ja, dit wende ook snel. Het was heel kut om het wel weer hier neer te zetten. Ik zet mijn computer weer aan en zei, Full HD. Full HD, 21 inch. Ah, oh, fijn, leuk. Ja. Nee, dat is even wel weer ontwennen een beetje. Maar Asus, ze zijn de goede kant op aan het gaan. Esthetisch, ook die console die je kunt bedienen met aan de achterkant, werkt allemaal prima, werkt allemaal heel intuïtief. Dus het is echt, stel je wil echt helemaal lekker zitten, je wil er echt voor zorgen dat je echt de beste kijkervaring hebt. Als je al echt zo'n 89 taai hebt, dit is zeker het overwegen waard. Ja. Super vet als je een grote beurs hebt, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dankjewel Tom. Binnenkort meer monitoren, want we zijn ook bezig met ISO. Kortom, dat is een soort nieuw ding wat we ook gaan doen met Manny's. Mooie soort voor de doven. Ja, dat ze weten, oh hij deed dat 10, ze weten, hij deed 12 keer met zijn hand zo. Met zijn hand zo. Dus dat is dan 1500 euro. Ja, maar als je doof bent hoor je schreeuwen wel. Oké. Hey, tot volgende week. Yo. Ja. Is de hele scène geen Windows update gekomen? Nee. Ploep, ploep, ploep.